Was vannacht weer niet thuis. Ik weet het, ma. Ik ga zo bijna langs. Ik wil niet dat Michael vanavond de deur uitkomt. Ja, ik ga geen politieagentje spelen. Trouwens, Mike en ik hebben een afspraak met Johan vanavond. Ik weet het niet meer. Hij kijkt tegen je op. Help me nou een beetje. Sorry, maar ik zal hem wel een beetje in de gaten houden. Laat komt Johan? Ja, die had er moeten zijn. Ik ben pas laat terug. Let je op hem. Ja. Dus wanneer? Vanavond. En trek wat donkers aan. Oké. Okay. Dus je weet het, hè? Derde villa aan de Velslaan. De Van Elsenlaan. Mm-hmm. Maar die mensen zijn al weken weg. Dat weet je zeker? Ja, anders zeg ik het niet. Nou, oké, dan spreek ik je nog. Ja, nou hou je taai, hè? Ja. Zie je. Hey, Johan. Wanneer? Sondheen. Hey, sorry. Hey, Mike, waar ga je heen? Dubbele afspraak, sorry. Is dat Michael? Ja, kom erin. Nou, dat is wel te doen. Tuurlijk. Ik bedoel, jij hebt het tenslotte ook gehaald. Ja, maar oké, dat is door de week. Maar in het weekend, hoe zit het dan? Daar hebben we een schema voor. Het kan best zijn dat je er 's nachts een paar keer achter elkaar uitgepiept wordt. En soms voor niks. Maar ja, als je één keer ja gezegd hebt, het is niet alleen voor de lol of om te binken. Hè? Oh, nou laat dat maar zitten. Laatst hebben we iemand uit een aardappelrooimachine gehaald. Die was door die grijpels in die machine gesleurd. Dood, snap je? Hey. Ach, maar. Is Michael? Ik zal wel even zoeken, hij zal wel weer een afspraak met zijn vriendjes hebben. Kan je de boer wel eens een keer van dichtbij laten zien? Die werkt er toch in de buurt. Kom eens een keertje langs, na je werk of in je pauze. Ik geef wel vaker rondleidingen. Doe ik. Zie je. Bye.
had het me beloofd. Ja, ik kan hem moeilijk tegenhouden. Ik ben zijn vader niet. Die had hem bij zijn lurven gepakt. Ja. Ik ga hem wel even zoeken. Misschien moet je hem loslaten, man. Angela, toch? Ja. Ronnie, van de machinehal. Oh, hoi. Heb je het gezien daarnet? Het was een inbreker. Bij jou? Ja. Woon jij daar? Ja. Ik pas op het huis. Misschien zijn er nog meer binnen. Zou je misschien even mee willen lopen? Ja, tuurlijk. Ja? Iets langer dan ik ongeveer. Maar wel jonger. Een jaar of 18. En had lang haar. Had zo'n schippersmutsje op. Rood-blauw of rood met zwart zou kunnen. En verder nog iets opgevallen aan de kleding? Nou, ja, niet zo opgelid. Een spijkerbroek had hij aan, geloof ik. In een lang donker ding met veel zakken. En gewoon gezicht. En de bromfiets, heeft u het nummer gezien? Nummer? Van het verzekeringsplaatje? Nee, niet opgelet. En u, meneer? Ik kwam maar toevallig tegen. Nee, ik bedoel, heeft u hem gezien? Nee, jammer genoeg niet. Nee, hè? Ja, je lag zilver. Bestek, dat heeft hij ook meegenomen. Hoe moet ik dat nou gaan vertellen? Nou, en als ik er nou nog zo'n serie bij doe? Het is echt 100%. Michael Bloemberg, houd er onmiddellijk mee op. Wat? Politie, hier heet het daadje. Als je nog één keer belt, ben je er ook bij. Stil nou, mijn mama ligt te slapen. Het zilveren bestek. Politie weet het, ik weet het. Hier, en dit petje, dat heb je van mij gekregen. 7 jaar kind, jongen, en dat petje in je lange haren.
gedaan. Hoezo? Hoe weet jij dit nou? Je laat meer sporen na dan een klein duimpje, man. Man, je lijkt pa wel zo. Denk je dat ik het leuk vind om je vader te spelen? Michael, waarom doe je dit? Laat me nou gewoon. Voor een nieuwe brommer, voor mijn vrienden. Wat maakt het uit, man? Dat blijft wel tussen ons, oké? Niks oké. Je brengt het spulletje terug of ik geef je aan. Geef me aan. Ja, moet ik geloven. Moet jij weten. Breng je het terug? Oké. Ja, mag ik de politie? Oké, Ron, ik breng het terug. Alsjeblieft. Over je. Oh. Gisteravond. Over de inbraak. Nou, je bent er oh wel. Ja. Hij denkt heel nuchter over. Politie erbij en zo. Is er nog wat weg? Ja, zilver. Is niet zo mooi. Hi. Hey. Ik wou je nog bedanken. Wat een rare situatie, hè? Zo s'avonds laat. Ja, ach. Ga je buiten de deur eten? Oh nee, ik moet naar de brandweer. Politie, inbrekers, brandweer? Wat een held ben jij, zeg. Ik wou eigenlijk even vragen of je met me mee ging lunchen. Maar ja, dat kan dus niet. Oh. Angela? Misschien kunnen we wel een afspraak maken, een echte bedoel ik. Ja, leuk. Heb je vanavond wat te doen? Nee, is goed. Ja? Oké. Hoe laat? 8 uur. Ja, bij mij? Ik bedoel, kom je me ophalen? Ja. Oké. Goed, tot vanavond. Gisteravond nog kunnen vinden. Heeft hij inderdaad geen interesse meer voor de brandweer? Hij had een dubbele afspraak. Zoiets zei hij, ja. Weet je, misschien is dat nog beter ook. Als ik je moeder zo hoorde, dan is het nogal een zorgenkindje. Wij komen overal binnen. Iedereen moet ons kunnen vertrouwen. Ja, dat is nou eenmaal zo, hè. Waar slaat dat op? Op je broer. Niet op jouw vriend. Ja, Michael, die pubert nogal de laatste tijd. Wat doe jij hier? Ik wou even weten of je jouw plan hebt voor vanavond. Hoezo? Heb jij niet nog iets terug te brengen? Oh, dat heb ik al lang gedaan. Man, een woord, een woord. Hè. Je liegt, jongen. En toevallig weet ik het 100% zeker. Dat weet jij toch veel tegenwoordig? Ik ken Angela, die je hebt ingebroken.
Ik was erbij toen ze aangifte deed bij de politie en er is nog helemaal niks terug. Was jij dat binnen? Na mij met haar? Je moet een gezellige woord geweest zijn, hè? En vanavond ga ik met haar uit. Is het je vriendin? Zo'n rijke stinker, dat is toch helemaal niks voor jou, Ron? Nee, nee, jij hebt leuke vrienden. Maar ja, vanavond is er dus niemand behalve jij, want jij gaat het spulletje terugbrengen. En als je dat niet ja, doet... Ja, dat weet ik nou wel, Ron. Beloof je dat je het terugbrengt? Ja, ik beloof dat ik het terugbreng. Oké. Lopen. Ja, dat is goed. People are talking all over town. They say you're tired of me, baby. You're gonna put me down. Please don't leave me. Don't deceive me. Na mijn studie ben ik hier komen wonen. Het werk doe ik tijdelijk. Niet doorvertellen, hoor. Het is er echt piepklein. Als ik er gekookt heb, dan moet ik het gasfornuisje van de tafel afzetten, zodat ik de tafel weer als tafel kan gebruiken. Moet je nagaan als ik eters heb. Ja, dat is klein, ja. Maar ja, wel gezellig. Woon je er al lang? 4 maanden. Ik heb geen idee of het er in de zomer uit te houden is. Daarom ben ik blij dat ik op het huis kan passen. Maar ja. Heb je de eigenaar al gebeld? Ja, ja, meteen. Hij reageerde heel goed. Oh, nou gelukkig maar. Drie, vier, vijf, negen, hekje. Maar hij dacht dat zijn vrouw het me had uitgelegd. Maar zij vond het dus meer iets voor hem. Ik wist geen eens dat het er was. Ze waren niet echt boos. Maar ik moet het nu gewoon altijd aanzetten. Hey. Reageert op warmte of beweging. Het is echt heel gevoelig. Het is een stil alarm. Je hoort het niet, maar de politie wordt wel gealarmeerd. Zullen we het ergens anders over hebben? Ik moet je iets bekennen. Ik herkende je wel, hoor, gisteren. Ja, ik zie je wel vaker op het werk. Je bent heel anders dan de anderen. Veel rustiger. Angela, ik wil even dat je naar me luistert. Ja. Ik weet wie er bij je heeft ingebroken. Dat was mijn broertje.
Dus dit is om het goed te maken? Nee. Nee, maar we moeten nu snel naar het huis, want hij is er nu weer. Angela? Angela, luister nou, ik waard het ook niet. Word nou niet boos, alsjeblieft. Jij hebt me nog niet boos gezien. Ik heb hem gezegd. Hij is het nu juist aan het terugbrengen. Terugbrengen? Geloof me, alsjeblieft. Ja, waarom? Waarom je me moet geloven? Nee, waarom heb je tegen hem gezegd om het terug te brengen? Waarom denk je? Dan heb je nog meer verrassingen voor me te goed. Hé, hey, zullen we dan maar gaan opschieten? Ja, wacht even, ik betaal heel even de rekening. Maar zo terug. Niks aan de hand. Oh, ja, maar ik pas op het huis. Ah, we hebben een inbraakmelder gekregen. Oh, dat kan wel, maar het alarm gaat wel vaker zomaar af. We gaan toch even kijken. Wacht even, ik weet wat er aan de hand is. Michael! Hé, Mikey! Mikey, ik heb het ze uitgelegd! Hé, er was een alarm! Mikey, Michael, alles goed? Mike. Hey. Kom, kom. Kijk, Ron. Sorry. Zeg ik geen maar dat ik het terug wilde leggen? Doe het, doe het. Hey, ik ga met je mee. Okay.
Dat is een goede jongen. Maar zijn broer, die kukelt.